Twee ploegen die dus wat meer vertrouwen hebben dan wellicht een paar weken eerder. Toen zeker Utrecht in een hele mindere fase zat. Maar goed, daarna door in de beker en gewonnen van Sparta. Dat zal wat vertrouwen bieden. En Heerenveen natuurlijk ook met moeite door in de beker. En ook gewonnen bij Volendam. Heerenveen is in een wat andere opstelling dan normaal. Meer zoals er ook tegen Hoek werd gespeeld. En ook in de tweede helft tegen Volendam. Olson een beetje vanaf de rechterkant. Sar wat meer vanaf links. En dus vier verdedigers in plaats van vijf of drie centrale verdedigers. Dus maar hoe je het ziet. En bij Utrecht dus geen wijzigingen. Dezelfde ploeg als tegen Sparta. Maar viergever dus de komende wedstrijden ook zal ontbreken. Dost is er helemaal niet bij. Hij zit ook niet op de bank. Ook Warmerdam ontbreekt. Ja, als je afwezig is, aardig indrukwekkend hoor. Fraser heeft nog steeds een prima bank. Maar als je ziet wie er dan ook nog eens keer niet bij zijn, dan zegt het wel wat. Haaien. Kijkt altijd vooruit. Daar lukt het nu even niet. Keulert. Zo. Van Hooijdonk. Nu gaat ook Sar voor het doel. Deze voorzitter is iets beter. Ja, die is een stuk beter. De redding van Barkas. Alhash kwam in kansrijke positie. Na een paar voorzetten die behoorlijk aan de hoge kant waren bij Heerenveen. Is dit een voorzet van Keulert? Waar je wel wat mee kan. Gedaan door Olson Haaien. Van Hooijdonk. Dit is absoluut geen buitenspel. Alhash achter Van Hooijdonk. Sar mag hem maken, maar dat doet hij niet. Het is een goede redding van Barkas. Maar met zo'n vrije schietkans moet Amin Sar natuurlijk zorgen voor de 1-0. En een heerlijke aanval van Heerenveen. Van Hooijdonk doet het ook allemaal goed. Van Hooijdonk doet het daarna nog een keer goed door deze bal namelijk te laten lopen. Van Ewijk. Tahiri vrij. Toornstra er naartoe. Alhash, Sar, Van Hooijdonk steeds aan speel. Maar Alhash, Sar op het randje van buitenspel. Maar dit mag door. En weer is daar de redding van Barkas. Moeilijker voor Sar dan zijn vorige kans. Maar een kans is het. Ik krijg er niet genoeg in de verre hoek. Dit is goed. Ah, lekker balletje van Haaien. Van Ewijk. Een omhaal. Ja, waarom ook niet? Het is in ieder geval spectaculair, de poging van Alhash. En het positiespel, dat klopt allemaal wel bij Heerenveen. Je ziet veel toch van dit soort aanvallen. Alhash zet op, balletje laten vallen. Meteen openen op de rechterkant door Haaien. Voorzet in één keer die goed is. Dan is de afronding in dit geval niet goed. Maar de patronen zitten er echt wel in. Brouwers op de bal. Ja, wel pijn. Bij Tahiri. Heerenveen voetbalt zelf ook door. Sar met een soort slalom. Tahiri staat ook maar weer op. Ja, niemand kijkt naar de mom op dit moment. 1-2'tje. En dan de voorzet. En weer Barkas. Inzet van Alhash. Het is opvallend hoe makkelijk Heerenveen tot dit soort aanvallen komt. Op, allemaal één keer raken. Weer een voorzet. Weer iemand recht voor het doel vrijgespeeld. Weer is de inzet dan niet overtuigend genoeg. Zij vermaken zich goed. De vrije trap is voor Heerenveen, maar dan wordt deel in een vrij laag tempo gehaald door Bochnjevic. Oh, hier schiet de bal door tot Alhash. Keulert, randje bij het spel, denk net niet daar overheen. En daar is het doelpunt! Van Hooijdonk met de volkomen verdiende voorsprong voor Heerenveen. En weer Keulert, belangrijk daar. Dat is bepaald niet voor het eerst dit seizoen. De linksback is in topvorm.
Nee, geen buitenspel. Dat heft Van der Hoorn nog wel op. En dan legt hij hem heerlijk voor. Waar is Sanjan? Waar is Van der Hoorn? Die lopen eigenlijk allebei naar de eerste paal waar niemand van Heerenveen is. En dan komt Van Hooijdonk vrij en is het raak. Olson, Sanjan met Van Hooijdonk. Oeh, wat doet Van der Maarel nou? Die schuift de zo naar voeten van Olson. Dat is niet heel handig. Tahiri, Sar, Van Hooijdonk. Te lastig voor Alhash. Maar dan heeft Van Hooijdonk de vrije trap gekregen. Die ongetwijfeld zelf ook zal willen nemen. Hij ligt heerlijk. Net iets buiten de 16. En voor iemand met zijn traptechniek is dit een serieuze kans. Met het hoofd verantwoordelijk voor de 1-0. Nu zit Sidney Van Hooijdonk met de voet. Net naast. Bosnovic geeft aan Alhash. Hier is Alhash weer. Draait hem richting Olson, die kopt hem op Van Hooijdonk. Ja, dan is het aannemen en uithalen. Het aannemen lukt, het uithalen niet. Ingeleverd. Door Brouwers. Haaien geeft aan Van Ewijk. Die heeft Sar en Van Hooijdonk voor het doel. Olson biedt zich aan. Die laat hem voor Van Hooijdonk vallen. En daar is Barkas maar weer eens. Het zijn niet allemaal de moeilijkste reddingen voor de keeper, maar het is maar goed dat hij er staat. Deze lang wel eens goed. Doefikas. Doefikas! Zo! Het is 1-1. Ze hebben geen kans gehad, Utrecht. En dit is een mogelijkheid. Maar dit is een onwaarschijnlijke knal van Doefikas. En het is 1-1. De lange bal van Toornstra. Even laten vallen. Ja, deze is zo ongenadig hard. En dan kan je dus eigenlijk heel belabberd voetballen. En ampere kans creëren en wel op 1-1 staan. Haaien, het is weer vrij gespeeld in spelen door de back. Iemand laat de bal op Haaien vallen, die geeft hem mee. Van Ewijk geeft voor, Van Hooijdonk komt net niet tot een schot. Zoals we zoveel aanvallen al van Heerenveen hebben gezien. Haaien die dit duel wint en weer in leven bij Sar. Sar zelf? Ja, Sar zelf! En daar is een goede redding van Barkas om de 2-1 te voorkomen. Je ziet eigenlijk al dat hij loert en dat ziet Barkas natuurlijk ook. Kopkansje, niet echt een kans voor Bogniewicz. Alhash, handig, Keulert, chipt hem voor, vrije kopkans voor Bogniewicz net naast. Weer een voorzet van Keulert, waar iemand voor het doel wel wat mee kan. Maar in dit geval lukt scoren dan net niet. Zo. Is er langs bij Kluiver. Krijgt hij hem ook goed voor. Ja, dat krijgt hij. Maar Alhash net over. Het is een goede voorzet. Niet heel makkelijk om af te maken. Daar is de kopkans. Die bal schiet door tot Sanjan. Die heeft hem nog steeds. Sanjan. Zo, Sanjan. Ja, jacht die er dan ook maar even in. Doefikas. Die zat op zich best lekker in het doel achter Noppert. Maar Sanjan denkt, nou weet je wat, ik speel er eerst nog even 3 uit. En dan jaag ik hem er ongenadig hard in. Ja, dat kan ook. Dit is ze uithalen. Dit is een bal gewoon erin rossen. Eigenlijk ogen dicht en zo hard als je kan.
Een voorsprong is binnen voor Utrecht. De winst uiteraard nog niet. Voorzet is goed, maar net niet in te tikken, in te glijden. Voor Brouwers, die hiermee zijn oude trainer natuurlijk veel pijn had kunnen doen. Grote successen gevierd samen met Kees Verwonderen bij Go Ahead Eagles. Bognjevic. Haaien. Schot van Haaien is hard. Zo ja. We hebben wat knallen gezien vandaag van Utrecht. Hier denkt Haaien, nou weet je wat, ik kan ook lekker schieten. En daar komt Noppert mee. Is de langste van allemaal natuurlijk. Krijgt Haaien de bal op zijn hoofd. Daar draait de bal. Daar is geen kans voor Noppert van Beek. Blijft Noppert nog voorin hangen? Ja. Krijgt hij nog een kans? Oh, het doel is leeg. Het doel is leeg. Maar de bal is toch voor Heerenveen, zou je zeggen. Nog niet. Keulert staat maar weer op. Voorkomt in ieder geval dat Kluivert een leeg doel heeft om die bal in te schieten. Brouwers. Nog even fel opgejaagd. Bosdogan krijgt hij bij Doevikas. Dan zou je zeggen is het 1-3. Hij krijgt hem niet bij Doevikas. En het is afgelopen. En Utrecht wint in Heerenveen. Dat is bijna traditie de laatste jaren. Het is een angstgegner geworden. Maar vandaag is wel een wedstrijd met een uniek verhaal. Want Heerenveen was de eerste helft veel beter. Kreeg volop kansen. Een zeer merkwaardige editie van Heerenveen FC Utrecht. En dan zal Heerenveen zich vast gaan houden aan het goede spel. En houdt Utrecht zich vast aan de drie punten.